Ja, het gaat al beter. Ja, het blijft behelpen. Nou. Ja, kijk, hij wordt toch een dagje ouder, hè? Dus bezoek kost hem nog veel te veel energie. Ja, hij moet eerst revalideren. Ja, het gaat natuurlijk allemaal niet zo vlot. Ja, jazeker, dat zal ik doen. Hartelijk dank voor uw belangstelling. Prettige dag. Dag, meneer. Wie was dat? Dat was Mia van de yoga. Zo, hier is je lunch voor straks. Ik weet niet precies hoe laat ik thuis kom. Mijn cursus duurt tot 2 uur, maar daarna gaan we altijd even met de dames bijpraten. Dat is wel gezellig, vooral als Fiona er is. Erika zal zo wel komen met de auto. Natte broek! Jij doet dat expres! Jij wil niet dat ik wegga! Dat heb jij nooit gewild. Maar nu ben ik aan de beurt. Ik ga nu. Oh, daar heb je Erika al. Weet je wat? Zoek hem maar uit met die natte broek. Ik ben weg. Hey Karel. Van de jongens van de afdeling. Weg ze maar. En natuurlijk de hartelijke groeten van iedereen van de bank. He, ze, of, nou ja, we missen je hoor. Het is beslist niet meer zoals vroeger met jou erbij. Hé, hey, maar hoe is het met je? Huh? Ja, je ziet hoe ik erbij zit, hè. Ja. Maar het gaat gelukkig wel steeds beter. We hadden je een kaartje gestuurd, maar ik dacht, het is toch veel leuker om even langs te gaan. Een kaartje? Ik heb helemaal niks gezien. Oh, nou, maakt niet uit. Ik ben er nu. Is Miranda er niet? Nee, die is even naar een cursus. Maar die komt zo weer terug. Nou, wel eens lekker om even alleen te zijn. Het is wel behelpen. Maar goed, Miranda heeft alles voor me klaargezet. Ik zou niet weten waar ik zonder haar moest beginnen, eerlijk gezegd. Karel? Moet ik je niet even helpen? Op het toilet? Nee. Miranda die komt zo weer terug en die gaat me wel verzorgen. Het was een klein ongelukje. Sinds dat herseninfarct beheers ik het allemaal niet zo goed meer. Moet Miranda niet om meer hulp vragen? We hebben toch allerlei voorzieningen in Nederland? Nee, het gaat prima zo. Ik wil geen vreemde hand naar mijn lijf. Miranda verzorgt me prima, ja? Nou, ik zou er echt iemand inschakelen. Laat ik hem even helpen door de bloemen in het water te zetten. Nou, Karel, ik moet er weer vandoor. Ik heb om 3 uur een meeting. Nou ja, bedank ze voor de bloemen. En dan doe ze allemaal de hartelijke groeten ook. Kan ik nog iets voor je doen?
En misschien dat je die pen kunt opraven. Het kost me nogal wat moeite. Alsjeblieft. En Willem, vertel me op de bank maar niks over... Ik bedoel, Miranda die doet zo ontzettend haar best. En ze moeten toch ook eens uit, toch? Vind je niet? Hey, Willem. Hey. Ben je nog bij Karel langs geweest? Ja, ze hebben veel meer hulp nodig. Ik heb nog aangedrongen, maar Karel wil er niet aan. Het moet een beschamende toestand. Trek ze niet te veel aan. Hè? Laat gaan. Als hij zo wil leven, zo be het.